Van der S heeft al toegegeven dat hij de brand heeft aangestoken. Het is een felle en hevige brand met een grote impact. En niet alleen uw woning, maar ook de woningen erboven en beneden zijn uitgebrand. Twee van de bewoners, waaronder één vader met een klein kind, hebben moeten rennen voor hun leven. Het is vroeg in de ochtend in november vorig jaar. Benjamin van der S zit in een psychose. De stemmen in zijn hoofd hebben hem opdracht gegeven om zijn huis schoon te maken met spiritus. Als hij een sigaret opsteekt, gaat het mis. Al snel staat zijn huis in brand. Zes huizen zijn voor lange tijd onbewoonbaar. De buren hadden de jongen zien afglijden. Ze waren al langer bang dat er iets mis kon gaan. De rechter legt van der S geen celstraf op. Maar hij moet zich verplicht laten behandelen. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat u die brandstichting heeft begaan met opzet, waarbij gevaar is ontstaan voor goederen en vooral voor personen. Dat is een strafbaar feit. De rechtbank acht u niet strafbaar, ontslaat u van rechtsvervolging en legt aan u de maatregel op van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van maximaal 1 jaar. Daarnaast moet hij ook een deel van de schade betalen. Een aantal slachtoffers is niet tevreden met de straf. Ze vragen zich af, wat gebeurt er na 1 jaar behandeling? De advocaat van de man die vindt het goed dat zijn cliënt nu behandeld wordt. Hij overweegt wel om in hoger beroep te gaan, maar dan omdat hij het niet eens is met de schadevergoeding. De advocaat van der S heeft nog 2 weken de tijd om in beroep te gaan.